We gaan direct van wal steken, dus we willen het een beetje hebben over elektronische boeken als fenomeen. Ik weet niet, misschien een interessante vraag om te stellen, maar hoeveel van jullie hebben al een e-book op een of ander apparaat staan, lezen e-boeken? Ja, toch wel flink stuk. De mensen zijn er dus een beetje vertrouwd mee. Maar misschien kunnen we bij Mark beginnen. Een geschiedenis van België is uit op e-book. En waarom is dat handig? Waarom is dat leuk, een e-book? Wel, het is natuurlijk zo, ik ben een digitale migrant, hè, dus dat speelt al een rol, omdat in de omgang met boeken, in welke vorm dan ook, is gewenning een belangrijke factor. En ook omgang met soorten media, ik ben dus groot geworden met papier en ik vrees dat ik ook zal doodgaan met papier, zolang er bomen zijn tenminste. Maar ik ben ook door de feiten vormen geïnteresseerd. En het interessante aan e-boeken is voor mij dan, dank ervan af, sommige mensen hebben daar puur redenen van economische aard voor. En ik noem dat eigenlijk kortweg gewoon luiheid. Hè. Als ze met vakantie vertrekken, dat ze er tegenop zien om al die boeken mee te sleuren. En dus dan maar een e-book nemen, of althans een apparaatje waar dan 1000 boeken op kunnen staan. Ik vind dat de verkeerde reden, maar van iedereen heeft recht op zijn eigen redenen natuurlijk. Maar ik lees bijvoorbeeld vrij geregeld non-fictie die ik bij wijze van spreken voor het werk en tegelijkertijd voor het plezier lees, in elektronische vorm dan. Meestal zijn dat dan pdf'en, wat een zeer rudimentaire vorm is van een e-book. En het interessante daaraan is dat je daar van alles kan in opzoeken, zonder dat je te moet zitten bladeren, waar heb ik dat nu weer gezien, ergens onderaan op een rechterbladzijde. Je kan gewoon met de zoekfunctie kan je dat allemaal zo terugvinden. Je kan van alles tellen, enfin, dat soort dingen. Daarvoor is dat uitermate interessant. Zeker als je slechte boeken leest. Hè. Maar die digitale versie van mijn eigen boek, ja, zo ziet het eruit in het echt, zou ik bijna zeggen, dat geheel ding recht, is voor de uitgeverij een vorm van experiment geweest. Het wordt ook verkocht als zodanig. Of dat goed verkoopt, weet ik niet, maar ik denk het niet, want ik zou dat weten, denk ik. Of ik zal het zien aan de afrekeningen. Maar ik ben natuurlijk zeer verguld dat het ook in dit experiment van Pipnet wordt opgenomen. En dan kan het misschien gelden als een genre dat men eens kan nagaan. Is daar wel vraag naar? Want dat is natuurlijk iets wat mij altijd is opgevallen in de mate dat ik zo ongeveer zie wat de praktijk van e-boeken is, dat verschilt heel sterk van genre. Er zijn bepaalde genres waar veel vraag naar is, andere waar zeer weinig vraag naar is. In het algemeen zijn alles wat educatief is, studieboeken en zo, dat is vrijwel. Het is in hoge mate ook bij ons in België zeer gedigitaliseerd. Terwijl het publieke boek, het algemene boek, zeer weinig gedigitaliseerd is. Ik heb begrepen dat de verkoop bij ons van digitale boeken zeer algemeen gesproken is. Geen 2%. In Nederland is het 4%. Maar bijvoorbeeld wat ik niet wist, maar wat ik van iemand die daarmee bezig is heb gehoord, zoals zij dat omschreef, romantische boeken, kasteelromans, dat soort dingen, schijnt het in de Verenigde Staten uitermate goed te verkopen als e-book. Omdat mensen dat blijkbaar niet willen geweten hebben, dat ze dat soort pulp lezen of zoiets. Dat is het voordeel, dat je natuurlijk de cover niet ziet. Ja, als je op de trein een boek leest. Ja. Zoals je vroeger ook, als je het parochieblad lezen, dat je dat moest verpakken in Playboy, dat de mensen niet zouden zien dat je het parochieblad aan het lezen was. Maar je stipte daarnet aan, en dat is toch wel een belangrijk punt, er worden helemaal niet zoveel e-boeken verkocht bij ons, of gelezen dan, vermoed ik. Wij lezen inderdaad in Amerika, worden er ondertussen meer e-boeken verkocht dan hardcovers. Dus de hardcovers, paperbacks worden veel meer verkocht. Nog steeds meer paperbacks, maar toch laten we zeggen, na de paperback is het e-boek daar het belangrijkste format voor een boek. Wij lopen daar ver op achter. En dan is de vraag natuurlijk van, hoe komt dat daar? Ik denk dat zowel Johan als Nico daar eigenlijk wel een beetje zicht op hebben van dat. Ik heb daarnet ook nog eens opgevraagd bij
doen met iMinds eigenlijk. VIA is nog altijd op dit moment deel van iMinds, een onderzoekscentrum rond alles wat ICT is. En wij doen jaarlijks een meting, Digimeter heet die, om te kijken naar het media- en ICT-gebruik van de Vlaming, met een vrij ruim panel. En als je kijkt naar het tabletbezit, dan gaat heel sterk de lucht in. Hè. Nu zit je ongeveer al een 40% tabletbezit, wat al een gigantisch cijfer is op een zeer korte termijn. Nog sneller eigenlijk dan de introductie van de smartphones en dat soort zaken. Maar van die 40% tabletbezitters geeft 11% aan dat ze dagelijks lezen, boeken en magazines lezen op de tablet. Dus dat is eigenlijk van die 40% toch wel een klein deel. En 2/3 geeft ongeveer aan dat ze het wel alles gedaan hebben. En als je daar binnen gaat kijken, zie je dan ook nog een onderscheid tussen de leeftijdscategorieën, waarbij dat eigenlijk de mensen die meer lezen, laten we zeggen, typisch de 35 tot 39 jaar categorie zitten, hoofdzakelijk. Enfin, dat die dat ze meer gebruiken, terwijl de jongeren vooral veel streamingdiensten en zo, dat soort dingen veel meer gaan gebruiken, eigenlijk, dus video eigenlijk gaan bekijken. Dus je ziet eigenlijk dat alhoewel dat er al een belangrijk tablet bezit is eigenlijk, dat inderdaad dat te lezen toch nog niet in de top 3 staat van het soort gebruik van een tablet eigenlijk. Het is nog altijd voornamelijk websites, social media en mail, klassiekers eigenlijk. Tot voor kort zaten we eigenlijk in een typische kip-of-ei situatie, geloof ik. Er waren weinig e-readers en omdat er weinig e-readers waren, waren er ook weinig boeken in e-bookvorm uitgegeven. Maar daar zijn we eigenlijk wel door die tablets juist een beetje uit aan het raken, geloof ik. Want die tablets die zijn er nu wel en die zijn best wel geschikt om een boek te lezen. Ja. Nu, tablets is een deel van de markt. Hè. Je moet ook vraag krijgen effectief. Hè. Dus de mensen moeten het effectief gaan lezen. Maar een van de randvoorwaarden, namelijk de penetratie van het toestel, is inderdaad zeker ruim genoeg om al een mooie markt te gaan creëren. Nu, wij zijn een kleine markt, hè, want die markt, op dit moment, die tabletsgebruikers kunnen zeker ook al terecht op platformen zoals Amazon en anderen om boeken te gaan halen. Het is niet alsof ze geen enkele toegang hebben tot leesmateriaal op dit moment. Maar effectief, als we kijken naar onze markt, het aantal e-boeken dat in het Nederlands verschijnt, dat komt toch wel wat achter, denk ik. Ja, Johan. Ja, de Verenigde Staten geldt als het grote voorbeeld. 25% van de verkoop van boeken in Amerika zijn e-boeken. Ja. En bij ons is dat nog maar 2%. En er zijn verschillende redenen waarom dat zo is. En ook te maken met het feit dat de Verenigde Staten een vrij groot land is, met ook een voorgeschiedenis met weinig boekhandels. Dus de mensen geraakten moeilijk aan leesvoer. En doordat er ook grote multinationals zich lanceren in de Verenigde Staten om e-boeken aan de man te brengen, ging het veel gemakkelijker om aan boeken te geraken als ze in elektronische vorm waren. Vandaar, hè, Amazon, iedereen kent het, Amazon is een groot bedrijf. Dat heeft de verkoop in Amerika sterk aangewakkerd. Het is ook zo dat als een uitgever in de Verenigde Staten van een boek een e-boek maakt, dan heeft hij een veel grotere markt om dat boek te verkopen, om uit zijn kosten te geraken. Bij ons in Vlaanderen, bij wijze van spreken, een Vlaamse uitgever, die als hij nu investeringen doet om van een boek een e-boek te maken, dan heeft hij geen zekerheid dat hij die kosten gaat recupereren, omdat onze markt zo klein is. Dat is een groot verschil waarom dat het in de Verenigde Staten zoveel meer is dan bij ons. En dat wij, denk ik, ook vanuit de overheid, we moeten meer stimuli geven om die e-boeken bij de mensen te brengen en de uitgevers te helpen om de productie op peil te brengen. Ik heb soms de indruk dat er toch meer vraag is naar e-boeken dan aanbod, in die zin dat dat heel veel mensen wel eens gefrustreerd zijn dat de uitgave van de nieuwste boeken toch wel op zich laat wachten, dat je er slecht informatie over krijgt. De algemene indruk is toch dat, zullen we maar zeggen, de Vlaamse boekenwereld, de boekensector, zowel de uitgevers als zeker de boekhandels, toch wel een beetje bang zijn van het e-boek, nee? Ik kan een verhaaltje vertellen om dat een beetje te kaderen en dan gaan we terug naar
een anekdote die we denk ik allemaal hebben van ons onderwijs. Het is het verhaal van Christus. Ik ga u niet kerstenen, geen bang. Maar u kent allemaal het verhaal waarin dat Christus op een bepaald moment aan het prediken was en de mensen werden moe en hongerig. En dan kwamen ze naar hem met 3 broden, denk ik, en 2 vissen. En hij is die beginnen vermenigvuldigen. En hij gaf 5000 mensen op die manier brood en drank. Het waren kleine eters ook, hè? Ja. Maar heel dat beeld dat je daar voor u ziet met de vermenigvuldiging is eigenlijk perfect van toepassing op onze digitale e-boeken. Er zijn zeker 3 overeenkomsten. Namelijk, het eerste is, Christus begint te toveren, hè, begint die dingen te vermenigvuldigen op basis van broden en vissen die hem eerst worden gebracht. Dus hij creëert niet die eerste vis en niet dat eerste brood. En bij ons in het digitale gaat het net hetzelfde. Hè. Als het gaat over de digitale distributie, dan gaat het over een distributie van iets dat er iemand heeft gecreëerd. Dus er is die spanning tussen iemand die iets maakt, een creatieveling, en daarna de distributie. Een tweede gelijkenis is dat in dat verhaal dat u allemaal wel kent, hebt u nooit gehoord dat er een verzet was van bijvoorbeeld de Vereniging van de Vissers. Wel, moest Christus in deze tijd beginnen met vissen uit te delen aan de deur van Werchter, bij wijze van spreken. Hij zou onmiddellijk worden afgevoerd en gezegd van, u, dat is broodroof. Ja? Wat bent u bezig? Er zijn mensen die daar een kraampje hebben en die maken daar de recetten van een heel jaar. Ja? Dus we hebben het nooit gehoord dat die vissers en de bakkers, die zeker in dat publiek zaten, hè, volgens de archeologisch historische context, moeten daar zeker vissers in dat publiek hebben gezeten. Geen een van die mensen heeft protest aangetekend. Nochtans, vandaag zien we dat wel, dat de uitgevers en auteurs, die zitten voor een stuk in een kramp, omdat ze schrik hebben, dat als ze een e-book digitaal gaan uitgeven, dat het daarna op de piratenwebsites gaat, net zoals de muziek, en iedereen eraan kan. Dus daar zit je die spanning weer. En ik denk dat wij als bibliotheken ideaal zijn om die twee te verzoenen. Namelijk enerzijds de creatieveling, te zorgen dat de creatieveling wel aan zijn fondsen kan komen om zijn creatieve arbeid te blijven voldoen. Maar anderzijds dat we dat mirakel van die distributie, dat we dat toch kunnen waarmaken. Dat mensen zo snel mogelijk aan hun cultureel voer kunnen brengen. Want dat is de kracht van e-boeken, dat is dat die distributie veel sneller en veel ongecompliceerder kan werken. Ik wil even aanvullen dat ten eerste dat na verder onderzoek bleek dat dode zeerollen vooral bestonden uit klachtenbrieven van vissers en bakkers. Daarnaast denk ik dat er ook een verhaal is van marge. Hè, van waar, op welk product maak je voldoende marge? Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhaal van de muzieksector, en je kijkt de marges die op cd's werden gemaakt versus de marges die nu bij de online streamingdiensten vooral dan eigenlijk gemaakt worden, dat je gaat kijken dat zelfs grote internationale successen uit die diensten zoals Spotify eigenlijk maar een vrij bescheiden terugvloei hebben en dat eigenlijk de inkomstenmodellen daar verschuiven naar meer het optredens en alles wat er daar rondkomt. Als je dat even transponeert naar boeken, dan moet je zeggen dat niet altijd een overgang tussen een fysiek product en een digitaal product automatisch dezelfde marges garandeert eigenlijk, of gestegen marges. Want je zou kunnen zeggen, oké, we moeten niet meer printen, we moeten niet meer fysiek distribueren, dus dan valt een kost weg. Dus dat is alleen maar een verhoging van de marges, maar in de praktijk blijkt dat de verwachtingspatronen voor mensen naar de kost van e-boeken 1 veel lager zitten, omdat het in een digitale context is. Mensen verwachten gewoon een lagere prijs. Dus als je een hardcover kunt verkopen voor €25, dan dat wordt dan, ja, dat mensen kunnen mee leven als het ware. Terwijl als je dat gaat vragen voor een e-book als het ware, dat dan niet hetzelfde verwachtingspatroon, of dat gebruik achteraf. Hè, een hardcover kun je in je boekentas kennen, je kunt ermee je kennis etaleren en we vinden dat fijn. Dus ik denk dat dat ook te maken heeft daarmee dat kasteelromans minder zeer populair zijn als e-book eigenlijk. Men voelt daar niet de nood van om te zeggen, hier is mijn collectie doktersromannetjes, kijk eens hoe indrukwekkend het is en hoe erudiet ik wel ben.
Buiten Mark, als jij mij nu zegt dat uw boekenkast daarmee gevuld is, dan ik heb er zelfs één geschreven. Oké, okay, nu, daar komen we straks op terug. Maar het staat niet in mijn verzameld werk, als je dat bedoelt. Nee, maar dus de bereidheid om te betalen is een stuk lager hè, voor die e-boeken. Dus de dreiging is eigenlijk om de overgang tussen een fysiek boek en een e-boek te maken, dreigt om een veel lagere winstmarge te realiseren. En dat heeft het dan ook weer te maken dat er in ons taalgebied, inderdaad, zoals Johan zegt, dat er geen andere redenen zijn om heel sterk te migreren van dat ene model naar het andere. Want in de Verenigde Staten was er een duidelijke win, laten we zeggen, om te gaan zeggen, ja, maar ik kan vanuit Amazon gaan digitaal bespelen, want dat heeft dat grote grondgebied niet dan vooral bedekt door boekenwinkels en dat soort zaken. Maar hier is die fysieke distributie eigenlijk heel sterk aanwezig. Dus, en dan nog fysieke distributie, alle limiet ook via sites zoals Amazon of online. Maar het kunnen te pakken krijgen van een fysiek boek is relatief eenvoudig. Ja, ik zou toch een paar dingen willen zeggen. Voor eerst, het drukken van het boek is spotgoedkoop. Daar zit niet de kostprijs. Hè. Zo'n boek, zoals het daar staat, dat zal zo, denk ik, 2 euro kosten aan puur fysiek. Hè. Dus daar zit niet de kostprijs. Onwaarschijnlijke kosten. Ja, maar dat is dus minder dan 10% van wat het in een boekhandel kost. Dus daar zit niet de kost. En vandaar ook dat je er ook wel een zekere misvatting bestaat over de perceptie van e-boeken. Men vindt die doorgaans altijd te duur. Hè. Zelfs zijn die prijzen doorgaans iets lager dan wat het fysieke boek in de boekhandel kost. Men vindt dat doorgaans te duur. Ik denk om 2 redenen. Ten eerste omdat men niet ziet welke de kosten daarvan zijn. Namelijk om zo'n ding uit te geven. Ook in elektronische vorm. En ten tweede inderdaad die cultuur van ja, als het digitaal is, moet het in principe gratis zijn. Dat is ook, Dominique, een probleem waar wij elke dag mee worstelen bij de krant. Men vindt eigenlijk, er is een soort algemeen idee, dat mag niet veel kosten, een digitaal product. Terwijl een belangrijke factor is dat auteursrecht. En althans, de investering die je moet doen om wat dan heet content te genereren, of dat nu voor een fysiek boek is als voor een elektronisch boek, voor een fysieke krant als voor een elektronische krant, dat maakt in wezen geen verschil. Maar er is een soort verwachtingspatroon dat niets kost. En je vindt dat zeer verspreid. Er was een jaar of 2 geleden een, vond ik nogal eenzijdig, pleidooi voor de zogenaamde iPad-school in Blankenbergen. Ik vond het eenzijdig omdat men zich daar zo al uitdrukkelijk richten naar een middel en niet naar een doel, namelijk onderwijs geven. Maar ook met het idee, ja, want schoolboeken zijn te duur. En men had daar een bedrag dat overigens fel overdreven was. Men dacht, 600 euro kost dat per leerling, terwijl dat maar 200 euro is, maar afijn. Maar men ging er zomaar vanuit dat men al die content gratis ging krijgen. Terwijl dat natuurlijk een misvatting is. Ik word ook graag betaald voor wat ik doe. Hè? Want als dat niet gebeurt, moet ik op Jezus wachten die gratis vissen komt uitdelen. En doorgaans gebeurt dat niet zo vaak. Dus je hebt geen content die gegenereerd wordt. Dus dat is één zaak. Hoe groot die vraag is, is natuurlijk altijd naar digitale boeken. Is altijd een beetje kip-en-ei situatie, omdat de klacht vaak is, ten eerste zijn te duur, technisch zijn er altijd problemen, welke formats te gebruiken zijn, maar nog los daarvan. Maar ook ja, het aanbod is klein, omdat de vraag niet zo groot is, en de vraag is niet zo groot omdat het aanbod klein is. En voornamelijk bij Vlaamse uitgeverijen. Ook omdat die natuurlijk, het gaat niet goed in het Vlaamse boekenvak, althans dat zijn niet de grote schatten mee te verdienen. En vandaar ook dat die vrees bestaat dat daar onmiddellijk een bepaalde vorm van piraterij zal ontstaan, die dan mee ondersteund wordt door ervaringen in de filmindustrie, in de televisieindustrie, etc. En 2 grote uitgeverijen, WPG en Lano, die ook zelf in Nederland ingeplant zijn door het opheffen van het oude Standaard-imperium en Meulenhof-imperium. Ze hebben samen een soort Spotify opgericht. Dat is een beetje schimmig wat ze daarmee aan het doen zijn. In Nederland, dacht ik. Maar dat ding is altijd niet operationeel. Terwijl dat toch bij WPG, wat dus een uitgeversconcern is, toch een uitgeverij is die al haar boeken, namelijk bezig bij Antwerpen, al haar boeken elektronisch ook aanbiedt.
Maar dus dat ding werkt nog niet, onder meer om misschien als de technisch dus je zegt nog de Spotify, dan doe je een abonnementsysteem. Een abonnementsysteem waarbij je dus naar één site van die twee uitgeverijen, twee concerns, dus dat zijn een hele reeks imprints, boeken elektronisch zou kunnen een abonnement nemen. Enfin, wat een beetje vergelijkbaar is met bibliotheken, nu gaan we een klein abonnementje nemen. Maar ik wil er nog één ding en een laatste ding aan toevoegen, is het volgende. De vraag die heel zelden wordt gesteld, vind ik, dat is een vrij primaire vraag, namelijk, wat is een boek? Wat je nu hebt in digitale boeken, e-books, of wat wordt gepresenteerd, zijn eigenlijk een soort digitale versies van papierboeken. En soms zien ze daar ook zo uit. Hè. Met name als ze in pdf-vorm verschijnen, heb je eigenlijk het beeld van wat je hebt op papier. Dus je hebt altijd een soort afgeleid product, terwijl ik het vermoeden heb, en ik heb zelf zo'n ambitie, en dat heet dan ook verrijkte context, content, dat je niet digitale media gaat gebruiken om een boek te transplanteren, maar dat je digitale media ook in zijn eigen mogelijkheden, extra mogelijkheden die het papieren boek niet heeft, zou gaan gebruiken. En ik zal het concreet maken. Een van de plannen, als de krant mij een beetje met rust laat, die ik heb, is, ik zou eens een grote biografie willen schrijven, daar ben ik wel een tijd mee bezig, maar over Paul van Ostaaij. En ik zie daarin allerlei mogelijkheden om naast, laten we zeggen, de orthodoxe, klassieke, traditionele versie van de biografie, via bijvoorbeeld allerlei doorklikmogelijkheden die je hebt via digitale media, daar allerlei dingen aan te koppelen. En je zou dat nu op een website of op een cd'tje kunnen zetten, maar je zou dat ook via zo'n, laten we zeggen, e-book 2.0, als ik dat even mag introduceren, kunnen doen. Namelijk dat je, enfin, er zijn al uitgeverijen daar plannen over hebben met voor dat soort dingen. Maar ik denk dat we verder moeten kijken dan alleen het transplanteren van papieren boeken naar elektronische boeken. Maar dat is een idee dat we nu zien opduiken, dat men denkt van ja, op die nieuwe media moet een boek anders zijn. Er moeten absoluut filmpjes in zitten en het moet allemaal bewegen. Is dat niet een beetje jammer? Wel, dat is een beetje een simplistische oplossing, maar waar ik het over heb, om het concreet te houden, als ik verwijs naar een brief van Paul van Ostaaij, dat je die kunt aanklikken en dat je de brief te zien krijgt op een of andere manier. Ik zeg maar wat. Dus dat je echt dat verrijkt, maar natuurlijk, ja, filmpjes, je weet hoe het gaat. Hè. Dat blijkt ook uit het praktische gebruik van een tablet. Vandaar ook dat nu, wat is het op Facebook, jouw filmpjes automatisch beginnen te spelen. Zonder dat je het vraagt. En dus voor de reclame dan. En het effect van de reclame is veel groter, omdat het een filmpje is. Ja. Het is een van de redenen waarom dat een bibliotheek vandaag moet starten met e-boeken. Dat is omdat... Dat is omdat dat e-book 2.0 er gaat aankomen. Vandaag zou een bibliotheek nog kunnen zeggen, och, die e-boeken laat die maar aan mij passeren. Ik heb toch alles wat op de markt komt en wat interessant is, koop ik toch als fysiek boek. Maar er gaan boeken komen, e-boeken komen, die je niet meer terugvindt als een fysiek boek in de boekhandel. En als bibliotheek een democratische hoeksteen is, een hoeksteen van een democratische samenleving, dan moet een bibliotheek ook die e-boeken, die multimedia e-boeken kunnen aanbieden aan zijn mensen. Daarom dat wij nu al moeten stappen zetten om te zorgen dat we er klaar voor zijn als die e-boeken gaan verschijnen. En vanuit onze voorbereidend werk zijn we er vrij zeker van dat het e-boek is geen kopie, is geen digitaal kopie van het fysieke boek, maar het wordt een nieuw medium dat multimediaal is en waar mensen anders mee omgaan. Hè. Iedereen die nu al met een tablet omgaat en daar e-boeken op leest, zeker non-fictie, die merkt toch dat je anders leest op een tablet. Hè. Het is niet slechter lezen of dit of dat, maar het is anders lezen met een internet dat vlakbij is. En daar gaan we naartoe, dus het wordt gewoon een nieuw medium. Hè. Misschien kunnen we het daarover hebben. Is het elektronisch boek goed of slecht voor onze leescultuur? U zult daaronder een paar papieren boeken vinden waarvan mij verteld heeft dat u ze trouwens allemaal kunt ontlenen hier. En in verschillende daarvan zult u lezen hoe verschrikkelijk rampzalig deze dingen, die tablets en zo, zijn voor onze cultuur, voor onze hersenen en voor onze samenleving. Onder andere een boek van een eminente Duitse psycholoog, psychiater, die analyseert op welke manier die tablets onze hersenen vernietigen.
Vrij letterlijk bedoelt hij dat ook. Maar tegelijk las ik deze week net een nieuw verslag van de UNESCO, waarin blijkt dat in landen waar amper infrastructuur te vinden is, dat de gewone telefoon, de smartphone, simpele, heel goedkope smartphones, dat nu de manier zijn waarop mensen elektronische boeken beginnen te lezen en dat een blijkbaar enorm positieve invloed heeft op de geletterdheid in dat soort landen. Dus ja, goed of slecht, die e-boeken. Of dat zo is, dat weten we niet. En er is wel onderzoek geweest waarvan soms met nogal, laten we zeggen, heel verontrustende resultaten. Maar je hebt ook altijd zo'n, bij introductie van nieuwe media heb je altijd een onheilsprofeten. Je moet die niet meteen als onheilsprofeten wegzetten. Hè. Je moet dat ook ernstig nemen, maar die een overgang markeren. Natuurlijk, jouw voorbeeld is, als je van 0 tot 1 komt, waar geen boeken zijn, is altijd een vorm van geletterdheid als men begint te lezen. Dus of dat echt, laat ons zeggen, het ultieme tegenbewijs is, dat zou je dan durven te betwijfelen. Wat je hebt is altijd zo'n frictie in, een soort twijfel. Men heeft altijd gedacht dat televisie het lezen ging kapot maken. En in IJsland, weliswaar een tijd geleden, was het zelfs zo dat er één dag in de week geen televisie was. Met uitdrukkelijke bedoeling om dat de mensen dan zouden lezen. En in IJsland kan het koud en donker zijn. En de cafés zijn duur, althans de drank is duur, dus je blijft thuis en dan lees je een boek. Het is trouwens een heel uitgebreide leescultuur in IJsland. Maar wat je wel merkt, denk ik, is dat, en dat zien dan voornamelijk mensen in het hoger onderwijs, dat is dat bepaalde leesgewoonten die wij klassiek als belangrijk inschatten, dat die moeilijker gaan liggen en zelfs onder druk komen te staan. Met name het lezen van lange teksten bijvoorbeeld. Hè. Er zijn zo'n paar getuigenissen gehoord, voornamelijk uit de Verenigde Staten, van proppen literatuur die erover klagen dat hun studenten geen Tolstoy meer kunnen lezen, of een klassiek dik boek van honderden bladzijden lang, omdat zij gewend zijn om de grootte van een scherm te lezen en tegelijkertijd ook, zeker als daar internetverbindingen bij zijn, direct geneigd zijn om, misschien is wat het volgende op Google, is misschien nog interessanter en nog plezanter en misschien betere filmpjes nog erbij. En dus dat men dus die format van, wat zal het zijn, 30 regels of zoiets hooguit, dat men dit als een soort maximum beschouwt en dat het grote aanbod van wat de rest aan teksten of de rest van het internet te bieden heeft dan als verleidelijk ervaart. Maar dat zijn allemaal dingen, denk ik, die gewenning zijn, omdat wanneer, er zijn ook middel-Nederlandse geschriften waarin je zo ziet, die bestaan ook allemaal uit korte, bij elkaar geroofde stukjes. En die dus tegenspreken dat wij altijd gewend zijn geweest om met plezier honderden bladzijden aan een stuk te lezen. Misschien heeft te maken met te weinig straatverlichting of zo. Ik denk sowieso de introductie van iets nieuws veroorzaakt altijd spanningen. Ik denk zeker dat ze bij de uitvinding van de boekdrukkunst waarschijnlijk door de perkamentschrijvers verketterd werden als een soort makkelijke consumptie die het algemeen niveau van eruditie zou omlaag halen. Nee, dat waren geestelijke en in scriptoria zaten opgesloten, die klaagden daar niet over. Toch, in die kleine icoontjes zonder waarschijnlijk wel in schamschoten afgeleverd zijn. Maar toch, ik denk dat vrij logisch is. En zijn er daar minpunten? Gaan er bepaalde dingen verloren gaan? Waarschijnlijk wel, ja. Dat leidt geen twijfel. Net zoals bij alles een verschuiving is. De tv die nu gemaakt wordt, is ook anders dan de tv die in de jaren 60, 70 gemaakt werd. We zijn stichtende programma's zoals wat is het hier, leest men Nederlands of spreekt men Nederlands of zoiets. Zijn we ook kwijtgeraakt ondertussen en ja, dat sommige dingen, maar er is iets anders in de plaats voor gekomen. Ik denk, je hebt meer te maken met een verschuiving en die verschuiving die zal waarschijnlijk wel zijn impact hebben. Nu, jongeren zijn opgegroeid met veel meer beeldtaal, sowieso al, ook door die televisie bijvoorbeeld. En hebben nu opties eigenlijk. Hè. Dus wat je nu kan zeggen, ja, ik consumeer iets
afhankelijk van de bedoeling dat ik heb. Als je zegt ik wil eigenlijk kennis opdoen en diep gaan, dan ga je waarschijnlijk veel meer lezen. Als je zegt ik wil kennis maken, dan ga je misschien meer bekijken. En waar dat we vroeger dat soort afwegingen niet altijd konden maken, kunnen ze nu dat wel. En zelfs op hetzelfde toestel wat ze eigenlijk aan het lezen zijn. Dus ja, er gaat veel meer overschakelen afhankelijk van de context en de bedoeling en de intentie die ze hebben. Maar is dat een slechte zaak? Ik denk van niet. Ik geloof, het is misschien interessant om op te merken dat de meeste uitgevers van magazines, kranten, oorspronkelijk op hun websites de aandacht vooral dachten van we moeten het verhaal hebben van die lekkere korte stukjes. Maar dat de trend dit jaar is nu om op je website long reads te hebben. Dat zijn lange stukken tekst. Hoe langer, hoe beter. Maar waarbij het dan wel de kunst is dat er af en toe een mooi printje bij zit en een filmpje, dat hoort er zo bij. Maar misschien kunnen we nu eventjes hebben over de problematiek waar we uiteindelijk hiervoor zijn gekomen. E-boeken in de bibliotheek. Het lenen van e-boeken is altijd een probleem geweest. Ik geloof dat het in geen enkel land en in geen enkel systeem helemaal opgelost is. Er is een inherent probleem, omdat dat boek ja, digitaal is en eigenlijk ja, daardoor ongrijpbaar. Johan, leg eens een beetje uit wat het probleem is en hoe dat jullie het volledig hebben opgelost. Het probleem begin kort aangeraakt, dus de uitgever, de rechthebbende, zijn bezorgd dat als er een e-book onbeperkt beschikbaar komt aan de mensen, dat zij niet meer aan een vergoeding komen van hun intellectuele arbeid. Als we dan in de bibliotheek, waar dat het typisch gaat over een kosteloze toegang tot het literaire komen, dan is de vraag van hoe ga je die e-boeken daar brengen. En in de meeste landen in de wereld lost men dat op met een model one copy, one use. En wat doen ze dan? Ze gaan tegen een bibliotheek zeggen, je mocht een exemplaar kopen van het digitale boek. Ja? En dat exemplaar mocht je dan aan één persoon tegelijkertijd uitlenen. Dus men vindt het huidige uitleenproces van de fysieke boeken, gaat men digitaal transponeren, gaat men heruitvinden in het digitale. Maar als men dat doet, dan verliest je natuurlijk alle essentiële meerwaarde van het digitale. Namelijk, dat is dat die onbeperkte distributie mogelijk is. Ja? Dat iedereen er tegelijkertijd aan kan. En wat we dan zien, vooral in de Verenigde Staten, waar dat one copy, one use model al vrij ingeburgerd is, dat je daar als bibliothecaris, moet je dan aan de mensen die daar aan de balie staan, gaan uitleggen, nee meneer, u kan dat boek niet lezen, iemand anders is aan het lezen. En dan zegt die meneer, ja maar ik wil het digitaal lezen. Ja wel meneer, nee, iemand anders is het aan het lezen. Dus je voelt dat daar eigenlijk een knoop in zit in die propositie. Maar dat is een beetje een administratieve, juridische uitvinding om te zorgen dat ze dat terug gelimiteerd krijgen, dat ze die toegang kunnen inperken. Hier in Vlaanderen, en het is eigenlijk voor een stuk op voorzet van uitgevers, zijn we toch niet die weg opgegaan en hebben we gezegd van kijk iedereen, als er een e-book in de bibliotheek wordt aangeboden, dan moet iedereen eraan kunnen. Ja? Maar uiteraard, hoe gaat dan de rechthebbende nog enige verdiensten krijgen? Want als we een e-book in de bibliotheek zetten en heel Vlaanderen kan eraan, allemaal tegelijkertijd, hoe gaat die rechthebbende nog aan zijn vergoeding komen? Dus wordt er toch ergens een rem opgebouwd. En de enige goede rem is het geld. Men vraagt om dan mensen toch een kleine financiële bijdrage te leveren. Als ik verwijs naar hoe dan een uitgever het formuleert, die zegt, als ik met een auto parkeer, betaal ik voor parking. Iedereen aanvaardt dat. En in Hasselt rijden de bussen niet meer gratis. Dus waarom zou een boek lezen helemaal gratis moeten zijn? Dus we zijn gekomen naar een model waarin dat er toch moet betaald worden. Maar het is geen commerciële vergoeding van een koopactie. Het is een financiële bijdrage die de eindgebruiker doet om het boek te mogen lezen. We zijn gekomen tot een model van 3 voor 5. Hè? Dus 3 uitleningen voor 5 euro. 5 euro is ook geen ongelooflijk kapitaal. En als je de e-boeken wilt kopen op het internet, betaalt u nog altijd veel meer voor die boeken. Dus het is geld, maar het is ook geen massaal geld. Tegenover die financiële bijdrage die je doet, er staan natuurlijk ook voordelen. Bijvoorbeeld, u heeft geen boetes, u loopt geen kans op boetes meer. En als we ons model mogen doortrekken, kunt u de boeken van thuis uit
uit de catalogus halen van de bibliotheek. Dus u moet niet meer in de auto springen of met de fiets naar de stad rijden. U moet allerlei verplaatsingskosten niet meer doen. Dus tegenover het feit dat u moet betalen voor de boeken zelf, staat dat u andere kosten niet meer heeft. Ik wil ook nog verwijzen naar die modellen in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Duitsland, waar dat de mensen kunnen gaan lenen en niet moeten betalen. En het dus doen volgens dat one copy, one use model. Daar hebben ze wel, daar betalen de bibliotheken heel veel geld aan informatica bedrijven die dat allemaal gaan berekenen en die dat gaan controleren dat er een bibliotheek heeft één exemplaar van dat boek en mag één keer uitlenen en wachten tot dat terugkomt en dan mag het aan iemand anders uitgeleend worden. Dus dat is allemaal geld dat gaat naar informatica bedrijven, terwijl dat de bedoeling of de bezorgdheid van rechthebbenden is eigenlijk dat er wat meer geld naar hun kan komen. En dat hebben we, denk ik, kunnen realiseren met dit model waarin we aan de mensen vragen, kijk, je moet wel eens €5 betalen, maar dan kun je daarna 3 boeken uitlenen. Voor de rest zijn de kenmerken daarop genomen. Naast het feit dat het betalend is, is het volledig en volstrekt gratis in de bibliotheek. En dat is die hoeksteen, die democratische functie van de bibliotheek, die we toch hebben kunnen vrijwaren van de uitgevers en rechthebbenden. Als je in de bibliotheek binnenkomt, dan kun je die boeken wel helemaal gratis lezen. En dus ook mensen die weinig geld hebben, kunnen aan die informatie geraken. Je kunt de boeken 4 weken lezen. Er zijn modellen in het buitenland waar ze zeggen 2 weken. Hè? En als je het niet uit hebt op 2 weken, moet je het kopen. Hè? Dus we hebben toch een zeker comfort kunnen bekomen. Hè? Je krijgt 4 weken om het te lezen. Komt je niet toe met 4 weken, moet je het opnieuw uitlenen. Dus dat gaat terug af van je €5. Ik denk dat ik er dan zo ben. Ja. Het is een pilootjaar. Dat is voor alle partijen, zowel voor de rechthebbenden, de auteurs, maar ook de uitgevers, voor de bibliotheken en voor ons om te zien, gaat dit project, gaat dat lukken en heeft het zin om daarbij op te investeren. Er is al vrij veel geïnvesteerd door de Vlaamse overheid. Ik heb een aantal dossiers liggen om nog meer te investeren, maar daarop zegt de overheid eerst bewijzen dat er gebruik is. En dus dat moeten we nu in dit jaar gaan doen, moeten we tonen dat er een meerwaarde is in het aanreiken van e-boeken vanuit de bibliotheek. En als dat bewezen is, kunnen we onze apps beter maken en onze collectie hopelijk ook vergroten. Want we starten met een beperkte collectie, dat stel je misschien ook ergens op. Het is een beperkte collectie, 400 boeken maar op dit moment. En dat is om dezelfde bezorgdheid van de uitgevers. Zij willen in dit pilootproject starten, hè, stappen. Ze willen dat wel doen, maar ze willen niet met al hun goud erin stappen. Hè. Ze nemen een berekend risico. Ze pakken een boek van Mark Reinebo om te zien, lukt dat of gaat dat? Minder waardevol exemplaar. Nee. Hoe bedoel je eigenlijk? Ik zou daar één ding willen aan toevoegen. Dat is het volgende. Anders dan in andere landen is het leenrecht in België niet zo geweldig. Ik ontvang elk jaar een som geld en dat is dan in de orde van €7,83 of zoiets uit Nederland, omdat boeken van mij daar uitgeleend worden. Dat wordt heel precies uitgerekend hoeveel dat is enzovoort. Dus ik heb het niet per se daarover dat ik daar geld moet van hebben. Maar er is wel een probleem, zeker voor kleine en zelf voornamelijk, laten we zeggen, wetenschappelijke of literaire edities die kleine oplagen hebben. Dat is het volgende, dat is dat lange tijd de idee bestond, maar je hebt het zelf aangehaald, dat de Vlaamse bibliotheken 1 e-book kopen en dat dan eindeloos gaan uitlenen. De vraag is, en dat is een andere discussie, stimuleert het uitlenen van boeken niet de verkoop van andere boeken of hetzelfde boek in de boekhandel, dat is dan weer iets anders. Maar wat je nu hebt is dat Vlaanderen heeft een goed bibliotheeknet, elke gemeente moet tenminste een bibliotheek hebben enzovoort, die moeten dus boeken aankopen, dat wanneer je een goed boek uitgeeft of een interessant boek uitgeeft, dat je toch, laten we zeggen, 100 exemplaren of 200 exemplaren kon verkocht krijgen, al werden die dan later gratis uitgedeeld of uitgeleend liever of gelezen door bibliotheekgebruikers. Wanneer je maar 1 exemplaar van zo'n elektronisch boek zou verkopen, dan verkoop je maar 1. Dan verdien je €18,90 of zoiets, waar je anders 100 keer of 200 keer €25 had. En
Dat is ook een zorg geweest van met name uitgevers en waarom hen dat een beetje, laten we zeggen, wantrouwig heeft gestemd. Namelijk dat iedereen die ja, dat, die content per se wilde hebben, maar daar nooit wilde voor betalen of daar nooit een fatsoenlijke vergoeding wilde voor geven. En vandaar ook dat, laten we zeggen, er een zekere koudwatervrees bestaat, ook omdat daar natuurlijk tegengestelde belangen zijn. De Vlaamse begroting staat onder druk, cultuur staat onder druk, bibliotheken staan onder druk, financieel allemaal. En dan hebben uitgevers al snel het gevoel, ja, maar als we dat geld dan bij ons komen halen, dat wij het allemaal gratis zouden geven. En daar kan je misschien ook een beetje begrip voor opbrengen. Ik wilde dat we het misschien nog een paar minuten zouden kunnen hebben over een bibliotheek met elektronische boeken en in hoeverre dat nog een bibliotheek is en de toekomst van bibliotheken. Maar er was ons ook gevraagd van het niet al te lang te laten uitlopen vanmiddag. Dus ik ga nu misschien al eens kijken of er mensen met heel dringende vragen zitten, met name over dit nieuwe project, over het uitlenen van e-boeken, maar misschien ook een klein beetje breder over e-boeken. Ik geef u straks nog een kans hoor, maar ik wilde nu al eens kijken of dat er al vragen waren. Dan kunnen we misschien eentje doen. Ja, ik vrees dat we geen loopmicrofoon hebben, dus stel even de vraag en dan herhaal ik hem even in de microfoon. Ik denk dat ik zal het zo doen. Nee, zeg maar gewoon en ik zal het wel horen. U mag dichterbij komen hoor. Dan begrijp ik niet hoe waarom een bibliotheek niet gewoon een digitale versie ervan kan kopen, een e-book van kan kopen en zo een keer kan uitgeven. Dus waarom gebruiken we niet hetzelfde systeem? Dus betalen we evenveel als een paper, als een e-book en leren het uit. Dus hoe gaat dat nu? Is een open bibliotheek een boek? Ja, dus de vraag was dus in hoeverre, ja, waarom kan dat niet gaan zoals het nu gaat, waar er inderdaad één exemplaar wordt aangekocht en iedereen kan het dan uitlenen, waarom kan dat dan niet gewoon zo voor elektronische boeken? Johan. Ja, in eerste instantie, er is vandaag een leenrecht voor alles wat fysiek is. Een auteur kan zich niet verzetten tegen het feit dat een bibliotheek naar de boekhandel gaat, een boek koopt en dat opneemt in zijn collectie. Dat geldt niet voor e-boeken, omdat e-boeken digitaal zijn. Dus vandaar dat we moeten zoeken naar een ander model. Wat u zegt, is ook al vertaald geweest in bepaalde modellen. Volgens de statistieken wordt een boek in de bibliotheek gemiddeld 26 keren uitgeleend. En daarna is het versleten en moet de bibliotheek het nieuw kopen of het boek wordt afgevoerd. En er is een model, onder andere in Amerika, onder andere van een uitgever HarperCollins, waarin dat ze zeggen, als je een digitaal boek in de bibliotheek opneemt, mocht je het 26 keren uitlenen. Ja. En dat doet je dan in sequentieel of tegelijkertijd. En als die 26 op zijn, is je digitaal boek versleten en moet je het opnieuw kopen. En we hebben daar ook met die gedachte gespeeld hier in Vlaanderen om daarmee te vertrekken. In C komt, wat krijgt een rechthebbende dan? De aankoop van de boek, gedeeld door 26, en dat is de prijs per uitleen. En door gewoon nu die prijs per uitleen vast te leggen en zeggen van we gaan betalen per uitleen, en of dat het er nu 26 zijn of 78, elke rechthebbende krijgt daar zijn deel van, een kleine mini-vergoeding per uitlening, hebben we eigenlijk een veel interessanter model, denk ik. Ja, ik wilde het even hebben over die bibliotheek. Als we elk boek dat ooit gedrukt is, zelfs in theorie, zouden kunnen meteen op ons toestel, nog niet elk boek, maar toch al 400 boeken, dat is nogal wat, op ons toestel downloaden, waar heb je dan eigenlijk nog een bibliotheek voor nodig? En wat doen we dan met deze plekken? We zitten hier nu te hoeken. Dus denk ik dat wel al een interessant standpunt is. Boeken, dat is niet enkel inderdaad de daad van het lezen. Maar ik denk dat veel meer gaat verschuiven rond wat het rond het boek of rond het lezen of het rond het digitaal toegankelijk maken van informatie, als we dat iets ruimer mogen stellen, alles wat daar rond gebeurt, dat daar ook een verschuiving is naar andere activiteiten. Dus hoe maak je dingen toegankelijk, hoe zorg je ervoor dat mensen zaken kunnen gaan vinden, organiseer je dingen zoals dit, debat, mensen samenbrengen rond die leeservaring, inderdaad, de leescultuur gaat verschuiven. Dus ook daar moet je rond gaan werken. Dus ik denk dat de bibliotheek veel meer een plaats zal komen waar samengekomen wordt met
ik ga nu zo zeggen, op korte termijn nog het boek als een soort centrale bindende factor, maar ook dat zal dan verschuiven met die digitale cultuur. Een plaats worden toch waar dat rond die ervaring samengekomen wordt en waar het belevenis rond te vinden is. Mark, maak jij je zorgen over de toekomst van de bibliotheek? Niet over die van Gent. Maar ik denk dat de bibliotheek is al eigenlijk al lang niet meer het archetype wat we daar vroeger van hadden, namelijk een plek waar allerlei boeken bij elkaar stonden. Een bibliotheek is, als je hier zou komen kort voor examen, zitten hier ook vol studerende studenten, wat soms wel een beetje een hinder is als je een boek wil zoeken, maar los daarvan. Een bibliotheek is eigenlijk een plek waar je informatie kan bij elkaar halen. En dat kan een boek zijn, dat kan ook iets anders zijn. En wat ik me kan voorstellen van de nieuwe bibliotheek, of hoe die zal of zou kunnen of zou misschien moeten evolueren idealiter, is dat een plek is waar je dan niet alleen teksten zoals klassiek kan vinden, maar dat je ook uit de gedigitaliseerde archieven die het via aan het verzamelen is. Stille aan. Dat je die ook allemaal zou kunnen consulteren, om de reden welke die ook is, hè, dat voor het amusement is, dat voor educatieve redenen of wat dan ook. Maar wat misschien ook nog een rol is, een rol van een bibliotheek kan zijn, dat is het feit dat je nu al vaststelt dat zelfs e-boeken het een probleem hebben, en dat heeft een term die we nu even ontsnapt, maar de onderscheidbaarheid, namelijk vind ze maar eens terug de boeken die je moet hebben. En dat ze daarin een veel grotere rol kunnen spelen, om mensen te helpen om een weg te zoeken en te vinden naar de informatie die ze willen of nodig hebben. Zeg, zijn onze bibliotheken klaar voor een toekomst met misschien minder papieren boeken? Ik wil nog even aansluiten. Ja. Er wordt al snel geredeneerd van het internet is er, dus ik heb geen bibliotheken meer nodig. Maar het idyllische beeld van een internet waar je al informatie vindt, dat is denk ik ook al lang passé. Als je vandaag naar het internet gaat, dat is een commerciële marktruimte waar de voorkramers allemaal zitten te roepen om hun producten aan te bieden. Zoek in Google op vermageren en je krijgt u allerlei pillen aangeboden. Terwijl er is niks zo rustgevend als in een bibliotheek naar het rek gaan van het dieet. En daar kun je de deskundige, meer gefundeerde literatuur vinden over. En ik denk dat blijft het grote verschil. Dus het internet, daar hebben we geen controle over. Dat is van alles en dat is onbewaakt. En een bibliotheek kan daar een intermediaire rol spelen, zoals Nico ook al zei. Ja, ik dacht dat je uitgepraat was. Ja. Ik ben het niet helemaal eens met jou. In die zin, je hebt natuurlijk ook veel gedrukte pulp en onzin en reclamefolders. Maar die vind je niet in de bibliotheek, hè? Nee, ik mag hopen van niet. Maar wat een van de functies die een bibliotheek kan hebben, is als je in die gigantische ruimte van het internet aan het ploegen bent, wat mij opvalt is dat je, als je je zoektermen goed definieert, dat je al veel van die onzin kunt achterwege laten. Of althans, dat je die bespaard blijft. En als je kritisch met die informatie omgaat, zie je ook meteen wat is nu een reclamefolder voor vermageringspillen en wat is, stel dat je daar behoefte zo aan hebt, gedegen informatie om te vermageren. Dus dat is geen kwestie van papier versus digitale media. Dat is een kwestie van hiërarchisering van uw informatie op welke manier ze ook beschikbaar is. En het leren daarmee omgaan. Ik denk, de korte samenvatting is dat we allemaal een beetje in het duister tasten. Enfin, ik denk, er bestaat daar een mooie quote over, is dat we verandering op korte termijn altijd overschatten en dat we altijd denken van volgend jaar bestaat het boek niet meer, om het extreem te zeggen, en dat het dan altijd wel blijkt mee te vallen, en dat zal zeker ook zo zijn, zowel voor het klassieke boek als nu het klassieke e-boek en dan de verandering naar andere zaken, maar dat we de verandering op lange termijn onderschatten. En dan is de discussie natuurlijk, wat is de korte en wat is de lange termijn, hoeveel jaren gaat het dan, maar als we iets leren dat in ICT en media, als je kijkt naar de verandering, dat die cycli zich wel heel snel opvolgen. Dus dat die verandering
ook voor bibliotheken, ook binnen afzienbare tijd, laten we zeggen, en dan spreek ik over termijn van 10, 15 jaar, toch wel zeer aanzienlijk gaan zijn. En dat een bibliotheek eigenlijk ook een, niet meer gaat kunnen stilstaan. Want er is wel wat verandering geweest, hè, waar wel inderdaad bijna nog vroeger in een model werd gewerkt, waar je aan een loket een boek kon gaan bestellen. Dat is helemaal anders geworden. Je hebt nog altijd de collectie die dan toch centraal stond, maar die verschuivingen die gaan zich blijven opvolgen. Dus voor mij moet de bibliotheek vooral iets gaan worden die met die digitale veranderingen telkens mee kan groeien en zich telkens mee aanpassen, zodat ze eigenlijk ook dat democratische toegang, het vinden van informatie, dat ze dat kan gaan faciliteren, want dat gaat steeds belangrijker worden. Niet alleen vanuit cultuurperspectief, denk ik, maar ook vanuit het vinden van informatie, dus eigenlijk ook een soort democratiserend principe, dat de bevolking in de meest brede zin daar blijven kan in meegroeien. En de bibliotheek is daar voor mij een belangrijke facilitator in. We hebben nog een klein beetje tijd voor vragen. Het is, lijkt me nu ook een goed moment om eens te kijken of er nog belangrijke vragen zijn. Ja, zeg maar. Het gesprek is toch sterk gedomineerd door het idee dat er altijd een flow moet zijn van geld. Een commercieel aspect waarbij dus de rechthebbende, zoals men altijd zegt, dus aan zijn geld moet geraken. Maar is natuurlijk aan een e-book ook een enorm ander voordeel, namelijk dat men iets kan uitgeven als auteur, zonder afhankelijk te zijn van uitgevers. Want de uitgevers willen natuurlijk alleen maar dingen uitgeven waar ze zeker van zijn dat ze uit hun kosten gaan geraken. En dat beperkt dus enorm de intellectuele vrijheid van de auteurs. En dus is het nu mogelijk om iets te publiceren op het web, en bij een vereniging of op zijn eigen blog of wat weet ik, dat men nooit kan laten uitgeven door een commercieel uitgever. De vraag ging over, de vaststelling eigenlijk van meneer hier ging erover dat... dat eigenlijk door dat boeken niet meer gedrukt hoeven te worden, dat er een enorme hindernis wegvalt en dat eigenlijk elk boek zijn weg kan vinden tot de lezer. Dat is inderdaad de vaststelling die we allemaal maken. Er is een explosie eigenlijk van het aantal e-boeken, boeken die nooit op papier zijn uitgegeven of ook maar zouden kunnen gebeuren. En dan is de vraag natuurlijk inderdaad in hoeverre dat dan iets goed is dan wel. Ik ben een groot voorstander van de idee vrijheid, blijheid. En dus van mij mag alles gepubliceerd worden, zolang het maar niet strijdig is met wat is de goede zeden en de openbare orde. Ik zou er twee dingen willen over zeggen. Dat is dat het ideaal van de vrijheid op het internet is ook relatief beperkt. Ik bedoel, dat is minder groot dan je zou denken. Of althans, zeker als je ziet wat voor politieke initiatieven wordt in Groot-Brittannië ook al in de maak zijn. Aan de andere kant vind ik wel, en dat is ook iets wat wij bij de krant merken, want je zou kunnen zeggen, ja, je kan alle nieuws weten als je het gewoon allemaal op alle berichten van de persbureaus op een site zet. En dat is wat de meeste kranten ook doen, op een site, die berichten daar zetten. Maar de omgang daarmee, namelijk de professionele omgang in de orde van hiërarchisering, onderscheid maken tussen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is, dat is, enfin, misschien is dat een illusie waar wij journalisten ons dan aan vastklampen, maar enfin, dat is werk voor professionelen. We moeten daarvoor. En men verwacht dat ook bij onze consumenten. Vandaar ook dat die krant, papieren krant, nog altijd blijft voortbestaan en nog altijd, dat daar nog altijd een vrij solide vraag naar is. Een tweede zaak is, als we nu spreken in termen van klassieke boeken en klassieke teksten. Is het toch zo, er is een experiment geweest in Nederland waar dan nog een bekend schrijver, Leon de Winter, dat gedaan heeft, namelijk een website openen waar mensen hun boeken konden publiceren en die is nu gesloten, denk ik. Omdat het nadeel daarvan is dat, er kan van alles op komen en de functie van een uitgever als gatekeeper, die valt helemaal weg wanneer je geen uitgever hebt. Dus de gate wordt niet meer bewaakt, bij wijze van spreken. Je kan die teksten nog publiceren op het internet zoveel als je wil, want daar staan vrijwel weinig grenzen op. Maar in termen van
tekstverzorging van, al is het maar presentatie, kwaliteitsbeoordeling, begeleiding van auteurs. Dat is allemaal dingen wat aan een uitgever toekomt, althans dat zou je moeten doen, want er verschijnen ook te veel papieren boeken, vind ik, die slecht zijn nagelezen, maar dat is dan weer iets anders. Maar dus daar is een essentiële functie, die is meer dan, idealiter geeft dat toe, dan alleen daar geld aan te verdienen. Dus in die zin is er nog altijd een functie voor, ja, iemand die dat modereert op een of andere manier. Ik denk dat je ziet daar gewoon een enorm complementair model in ontstaan, want effectief, er is wel een mogelijkheid op dit moment om iets wat je vroeger altijd een uitgever voor moest hebben, buiten als je dan zelf met een kopiemachine dingen stelt. Je hebt altijd in eigen beheer kunnen publiceren. Ja, dat voilà. Is nooit verboden geweest. Nee, het is dat, maar toch, je hebt op dit moment, je krijgt wel een distributiemechanisme en je ziet dat op Amazon toch wel heel sterk naar voren komen van self-publishing eigenlijk, waarbij dat je inderdaad boeken via allerlei platformen of zelfs via kleine publishers die dan gespecialiseerd zijn in die soort self-published zaken naar voren komen op Amazon en waar dan eigenlijk ook wel de meest getalenteerde schrijvers vaak uitgepikt worden, waar dat het eigenlijk een soort nieuwe talentbank is om eigenlijk mensen te scouten en mensen uit te pikken die dan door grotere uitgevers opnieuw opgepikt worden en die dan professioneel omkaderd worden, die dan misschien verhuizen naar een printmarkt waar ze voordien enkel op e-publishing zaten. Dus je krijgt daar gewoon denk ik een vrij natuurlijk en breder ecosysteem waar wel voor meer mensen toegankelijk wordt om ook dingen te gaan publiceren, maar dat zeker niet daar een verarming van de structuur legt en zeker ook nog een rol weggelegd is voor professionele publishers, want effectief het editen, het goed editen van een boek, dat is een métier en het resultaat daarvan is beter dan een auteur die als het ware op zijn eentje of vaak beter dan een auteur die op zijn eentje iets doet en waar dat er nooit iets van nagelezen wordt en die het online gooit, denk ik. Dus er is zeker een plaats, maar dat is volgens mij volledig complementair. Voilà, dat is een uitgebreid antwoord op een heel interessante vraag. Ik denk dat we er misschien nog eentje kunnen doen. Ik kijk nu wel eventjes tersluiks naar de organisatoren. We hadden misschien nog een vraag. Als er nog iemand met een prangende vraag zit, is het nu een goed moment. Kijk, we hebben daar vannacht nog een vraag. Ik heb een vraag gehad met de relatie met het tweede scherm. Ik hoor vooral dat jullie het hebben over de tekst gaat zien naar het scherm om het te lezen op het scherm. En dat ze de printmarkt kijken om ook het scherm en niet als scherm te kunnen overnemen van de vrije markt. Hè, van het internet dat eigenlijk heel gecontroleerd wordt. Maar daarnaast heb je nu voor de televisie en de commerciële markt. Je ziet van veel mensen kijken nog altijd tv, traditioneel, dat is ingeburgerd, dat is dat gewend. Maar je ziet ook dat veel mensen met een tablet voor tv zitten. Of dat je een gedrukt boek, een papierboek kunt aanvullen met extra digitale middelen eerder dan dat het allemaal in een nieuw elektronisch formaat moet. En ik denk dat dat een verwijzing is. Zo'n experimenten heb je al met wat men dan companion apps noemt. Bij het boek hoort ook een app die je kan installeren. Of in het boek staat, ik denk dat er daar zelfs zo'n voorbeeld staat, tussen die boeken die daarvoor staan, boeken waar dan zo'n QR-codes bij elk hoofdstuk staat en fotografeer de QR-code met je smartphone en dan kom je naar een website met een filmpje of wat bijkomende informatie. Ja, leuk model, vind jij, Mark? Ik heb ook van dat soort dingen gehoord waar nu aan gewerkt wordt, voor toeristische gidsen, dat je niet dat dikke boek over Italië moet meedoen, maar dat je dan met een code dan op de plek waar je dan bent, dan alle informatie van op die plek kunt krijgen. Zodanig dat je, en dat is dan via een tweede scherm, zodanig dat je dan toch die informatie heel gedetailleerd, eventueel geactualiseerd kunt krijgen, zonder dat je per se moet beginnen zoeken op bladzijde 627, waar dat pittoreske fonteintje staat in dat dorp waar je toevallig bent of naar op weg bent. Dus wat dat betreft zijn er inderdaad allerlei mogelijkheden. Overigens,
geldt hetzelfde, zelfs omgekeerd, voor het papieren boek. Ik merk dat aan mijn eigen ervaring. Ik gebruik ook boeken om een tafel te stutten of als onderlegger voor mijn koffie. Je kan dat voor alles gebruiken, maar je wordt niet altijd een elektronisch apparaat. Waar ik toch niet durf voor te gebruiken, want het blijft een machine natuurlijk. En als je dat laat vallen, is het stuk. Terwijl een boek, dat kan daartegen. Daar gebruik ik jouw boeken ook voor. Voilà. Het is een zeer wankele tafel waar je aan zit, blijkbaar. Ik denk dat we hier ongeveer gaan afsluiten. Wie nog een vraag heeft, ik denk dat de meeste van deze mensen nog eventjes blijven rondhangen. Of je zult voor sommigen misschien snel moeten zijn om ze nog even vast te grijpen. Maar ze staan er helemaal voor open, geloof ik. Allemaal heel erg bedankt voor jullie tijd hier aan te besteden. En misschien zie ik jullie allemaal in de toekomst nog eens terug. Een fijne middag.